De vraag is natuurlijk, heeft de wethouder van Financiën de boel wel onder controle? Ja, die indruk heb ik wel. Rachid Gadnaoui is een hele goede wethouder en hij heeft ook onmiddellijk actie ondernomen. Dit is pas anderhalve dag bekend, hè? Dus gisteren zijn al die mensen ook al benaderd. Ik vind het, dat is op de eerste plaats heel vervelend voor die mensen. Want het zijn mensen die in een werkloosheidstraject zitten, met een behoud van uitkering konden gaan werken. Daar kregen ze een premie voor. Dus het zijn vaak mensen met weinig geld. En als je dan in één keer heel veel geld op je bankrekening hebt en je krijgt daarna een telefoontje van sorry, lever het maar weer in, dan is dat voor die mensen echt heel erg. We moeten ook goed uitzoeken waar het fout heeft kunnen gaan, omdat je het niet nog een keer wil meemaken. Dan moet je maatregelen opnemen. En daar is mijn collega Rachid Gadnaoui ook hard mee bezig. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, ik kan me herinneren dat het volgens mij in Amsterdam ook een keer voorgekomen is, dat er ineens mensen waren die heel veel geld op hun rekening kregen gestort van de gemeente. Toch vraag je af, hoe kan dit dan gebeuren? Ja, nou, er gaan natuurlijk iedere dag duizenden betalingshandelingen door de handen van allerlei mensen op het gemeentehuis. Het is een grote organisatie met heel veel verschillende aspecten. Dus een foutje maken kan. Als daar iets zo is misgegaan dat je het systeem moet veranderen of de controlemechanismes moet veranderen, dan weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. En dat willen we als college ook echt alles doen om aan te voorkomen, omdat het voor de mensen zelf heel vervelend is. Maar een foutje maken, dat kan gebeuren.